Nou, goedemorgen ook namens Livia. Wij zijn at the office. Ik moest Rock even borstvoeding geven. Tussen alle comments door. En we gaan nu op Hey You, de nieuwste aflevering kijken van Keeping Up with the Kardashians. En we kunnen niet wachten, want zoals jullie weten zijn wij Kardashians freak. Lekker mommy's time. We're Keeping Up with the Kardashians, maar Keeping Up with the Ranit sisters. We gaan vandaag een bikini shooten, wat wij super leuk vinden, not. Ik ben net 2 maanden geleden bevallen en Marie 4. Laat even je bikini zien. Wauw! Ik heb het daarin. Ik ook. Oh. Welkom bij weer een nieuwe vlog waarin jullie gaan zien hoe wij Rock en Lido meenemen naar kantoor. En ik heb een hele mooie nieuwe aankoop gedaan in deze weekvlog, wat ik jullie ook laat zien. En we gaan de hoogzomercollectie shooten met deze bodies naar de bevalling, dus be prepared. En we gaan een hele leuke Hey You aflevering laten zien met de Kardashians. Dus zijn jullie benieuwd wat we allemaal deze weken hebben gedaan? Blijf kijken en blijf abonneren. En veel kijkplezier. Love. Reiners. Hallo allemaal. Ik heb net de bikinis geshoot op kantoor. Dus ik heb helemaal geen ketting om. Ook raar, ik leg altijd alles om. Maar ik ging vloggen omdat ik eindelijk mijn tasje binnen. Ik ben hier zo gelukkig van. En ze sturen dus nu op wegens corona. Dus ik heb het gewoon moeten overmaken. En nu is het gewoon bezorgd. Dus het is echt wel makkelijk. Ik heb hem echt nog nooit in het echt gezien. Maar ik heb echt hier zo lang op gewacht. Ik heb denk ik wel een maand geleden moeten overmaken. Het is zo mooi. Oh my god. I'm in love. Kijk nou. Oh. Ik ga het even naar de spiegel. It's lovely. Kijk dan. Als je denkt, het plaatje zachtjes. Lydia slaapt daar. Oh wauw. Dit is toch te beeldig. Plaatje, kijk dan. Oh, zo leuk. Love it. Oh, ik zou echt toch rot zijn als een steentje afgaat. Maar het is onvoorkombaar. Ze staat aan de onderkant. Zo leuk. Nou, goedemorgen ook namens Livia. Ik had jullie gisteren mijn nieuwe tas laten zien. En ik ga vandaag met Livia even richting kantoor. Ook Jill en Rocket gaan ze voor het eerst. Nou, dit is nu de tweede keer dat ze naar kantoor meegaat. Om eventjes een leuk rondje te doen. Even een paar uurtjes op kantoor. En dan gaan we gewoon weer naar huis met de baby's. Ik draag vandaag het roze trekkingpak. Met toon op toonband. Over met de broek. En mijn roze schoenen. Alles roze. En ik dacht maar opeens, ik heb niks meer roze voor Livia. Dus ik kan niet matchen. Dus Livia heeft nu, waar is de stouterd? Oud roze aan. Ja. Mama heeft gewoon geen roze meer voor jou. Nee. Dus ik ben nu eventjes mijn spulletjes aan het pakken. Mijn luiertas mee. Dit ja, wil echt vermaakt worden. Dus ik heb dit ding. Het is echt super leuk. Er zitten allemaal dingetjes aan. En haar knuffeltje is mee. En ze doet een muts op straks. En dus ik heb ook even een borsteltje mee voor de haren. Want ze krijgt nu echt lange haren. Anders vind ik het zo onverzorgd uitzien. Kijk, helemaal in gel. Ja. Livia. Helemaal nog steeds in dat ding. En die speelmat is ook een succes. Dat vindt ze nog steeds heel erg leuk. Dus dat is wel fijn om te weten, hè Frankie? Hondjes hebben net gegeten. Lekker geslapen. Die blijven dan even met Jane vandaag. Dan neem ik Livia mee. Ja. Ja, kantoor. Hé Frank. Die is nooit een ochtendpersoon. Hè? Nee. Frankie, jij wel, hè? Ja, jij wel. Hè. Dus ik ga Shieldje ophalen met Rocket. En dan gaan we even naar kantoor. Het is niet zo heel mooi weer, dus ik heb even een muts opgedaan. Kijk, het is een beetje grauw. Een beetje regen. Nee. Gelukkig hebben wij met de zomercollectie genoeg comfy outfitjes wat je gewoon nu aan kan. Dat is wel weer een voordeel. En als je denkt, wat is dat voor muziekje? Dat is van haar muziekmobiel. Het is vandaag vrijdag. Donderdag, sorry. En ik en Marie gaan vandaag een dagje naar kantoor met de baby's. Dus dat wordt super leuk en super spannend. We hebben het al 1 keertje geprobeerd. Het ging super goed. We zijn van 11 uur tot 4 uur 's middags naar kantoor geweest voor de eerste keer met de baby's. We lossen elkaar af. Het is wel iets minder op werk, uiteraard. Maar vanaf april krijg ik mijn oppas. Dus dan heb ik alles helemaal gepland. Dus voor nu is het nog een beetje multitasken. En wij gaan vandaag allebei onze trekkingstijls aandoen. Ik leg nu de trekkingbroek met trekkingsweter. En daaronder de Reiners body in het blauw. Oeps. En dan heb ik mijn kleine rok ook iets blauws aangetrokken. En Marie is helemaal in het roze. Dus team blue versus pink today. Dus ik heb ook even mijn luiertas omgewisseld naar de blauwe variant. Of meer jeanskleur, maar goed. Past er alsnog wel bij. Van Bo Berends heb ik die gekocht of aangeschaft. En ik doe even mijn schoentjes. Ik moet er ook nog pakken. En dan haalt Marie mij zo lekker op. En dan gaan we op kantoor swipe-ups doen. Nieuwe collecties bespreken en noem maar op. Ons ready maken voor kantoor. Rocket is daar. Livia is hier. Slapen allebei nog. Sjoen en ik hebben allebei de trekkingpakken aan. Sjoen blauw voor Rocket en ik in de roze voor Livia. Sjoen gaat Rocket nu laten zien aan Finance. En wij zijn er weer. Op de Avens. We zijn er. We zijn op kantoor. Ga ik hier lekker uitkleden? Ja. Kijk hoe leuk. We hebben hier een heel zithoekje van gemaakt. Die lamp. Tijdens inkoop. We hebben nu alle kleding opgeruimd. En weggehaald voor het nieuwe inkoopseizoen weer. En ik ga nu swipe-uppen met slippertjes. Die hebben we allemaal even hier in deze tas gedaan. Dan gaan we even de laatste dingetjes commenten van de nieuwste collectie. Ja.
En de baby's zijn mee. En daar is sister. Oh, dat is van mij de kinderwagen. Ja, we hebben voor Romee een cadeau besteld. Bij Coco Chanel. Hoe leuk, Jos helemaal in het blauw en ik ben helemaal in het pink. Ik ga zo even een foto maken. Ja, ik ga je eruit halen hoor. Ja. Wij zijn at the office. En ik moest Rock even borstvoeding geven. Tussendoor. Tussen alle comments door. Dus hier zitten we lekker in. Heel erg overbelicht ben je. Je bent heel erg overbelicht, mijn vriendje. We hebben net alle slippers, we hebben swipe-upjes van gemaakt. Dit zijn slippers van Reiners collectie die binnenkort online komen. Jules en ik hebben een hele leuke foto gemaakt met z'n viertjes. Jules heeft even net borstvoeding gegeven. Hij is helemaal voldaan, het mannetje. Ga je ook al naar de camera kijken, Stink ook? Oh, ik moet even een leuke foto van Stink en Rock het zo. Moeten we even screenshotten zo. Hallo. Ja. Zeg maar en Jules heeft een blauwe trekkingpak aan. Met de sweater en de broek en de nieuwste Balenciaga-gimpjes. En ik helemaal in het roze. Ja, team blauw versus team pink. Ik weet niet voor wie jullie zijn. Maar ik ben momenteel alles in het blauw. Kijk hier mooi. Kijk hier mooi. En Livia zegt, ik wil ook op camera. Hier, geef maar. Hé? En Marie is leuk in het roze vandaag met een roze lamp. En kijk, kwam matching. Erachter dat Livia helemaal geen roze kleding meer heeft. Alleen maar oud roze. Dus Marie moet weer roze kleding kopen. Hè? Moet je weer roze kleding De lamp is trouwens bij Flamand van Laura. Bij Laura. Bij Laura. Heel mooi, is die nog steeds. En wij hebben allebei onze trekkingpakken aan met griempjes. Winning is winning, for real. Marie is echt nu team roze. Die wil echt alles van de collectie in roze. Ik heb ook een blauw in huis. Nee, en ik heb alles in blauw in huis. Oh, hij heeft een beetje gespuugd. Sorry, liefje. Ja. Nou, we zijn dus deze week naar kantoor teruggegaan. Het lijkt dus alsof we de hele week zijn geweest. Maar we hebben 2 dagen zijn naar kantoor geweest met de baby's. Ja, om het een beetje uit te testen. De ene dag waren we echt wel tot laat, tot 4 uur 's middags. En de andere dag waren we maar 2 uurtjes. Het ligt maar net hoe de pet staat van Livia en Rocket. Hoe ze geslapen hebben en of de voeding net goed is geweest. Livia neemt sinds kort een flesje niet meer. Dus dat is iets hectischer als normaal gesproken. Maar die mag gelukkig bijna vast eten. Dus dan hebben we die periode ook weer doorstaan. Dus dat is het lastige waardoor we nu naar huis moeten. Is een groot woord, maar ik doe best wel veel met Marie altijd samen op kantoor. Dus als Marie er niet is, ja, dan kan ik net goed ook naar huis. En kunnen we samen beter thuis aan het werk dan ik in mijn eentje op kantoor blijf. En nu met corona is het sowieso dat we nu veel meer thuis werken. En we gaan nu eigenlijk de nieuwe zomercollectie weer met elkaar bedenken. En alle orders goed in orde maken. Dus eigenlijk kan het ook thuis. Nu gewoon prima. Ja. Maar op zich, het ging super goed op kantoor. Het zijn super lieve baby's. Ja. En we hebben helemaal onze eigen soort van ruimte. Dus ja. Op zich kan het ook makkelijk. Alleen ik heb sinds vandaag voor het eerst. Ik ben hier ook helemaal kinderloos en hondloos. Rock is bij de oppas Joyce. En Stinkje even bij mama. En wat leuk om te vertellen is dat Joyce ook je kraamverzorgster was. Ja, dus dat is echt was. Dus ik heb nu volledig vertrouwen in Joyce dat hij daar nu is. Dus ik heb nu voor het eerst een dagje trui. Dus ze moest weg. Dus ik denk, nou, dan maar een dagboekzetting bij mij opnemen. Ja, dus half dagje heb ik nog wel even gedaan. Misschien dat we over 2 weken het wel een hele dag doen. Maar ja, ja. Het is super spannend. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, we dachten van als we dan toch naar kantoor gaan, gaan we wel even een leuke Reinersfoto maken. Toch ben je er altijd onbewust wel mee bezig. En we willen nu meer content schieten. Maar het is ook wel weer lastig, want corona is alles dicht. En met creativiteit kan je niet heel veel. Dus we dachten, we doen het gewoon leuk op kantoor. En ik was team pink natuurlijk. Ja, ik ben weer team pink. En ik ben team blauw. Maar ik doe dus ook echt geen roze aanmerkingen aan mezelf. Nou, ik heb ook niks blauws van de collectie. Nee. En jij niks roze in de kast. Nee. En het leuke is, ja, we hadden die kindjes of de baby's dan ook in roze en blauw. En we zitten dan wel na te denken over een babycollectie. En misschien komt het wel sneller dan verwacht. Ja, ze zijn in ieder geval wel druk mee bezig. En dat willen we ook wel gaan uitbrengen. Maar nu we er zelf in zitten, heb je gewoon veel meer verstand van wat je nodig hebt. Wat lekker zit. Ik heb het daarin. En wat handig is. Ik ook. Oh. Oké, ik ga nu daarin kijken. Ja. Dus misschien komt er een baby... Wat erg. Een baby newborn line snel. We zijn er in ieder geval mee bezig. En we weten nu hoe en wat we missen. Ja. Voornamelijk bij de jongenskant mis ik heel veel. Ja, de meisjes. Ik kan bijna voor Rocket bijna niks vinden. Ja, mijn hele kast van Livia bestaat uit de Zara. Ja. Het is echt ook allemaal hele leuke prijsjes. En gewoon betaalbaar. En ze hebben echt volgens mij om de 2 weken vernieuwing. Ja, wat ik hier bij de Zara vind, dat ze heel vaak een heel leuk setje hebben. Maar hebben er geen broek bij. Voor de jongens niet, maar meisjes hebben ze wel altijd setjes. Dus wij zijn natuurlijk heel erg in de setjes en toon op toon. Dus dat vind ik heel irritant. Ze moeten gewoon heel snel 2 jaar worden dat Livia gewoon alles van Reiners past. En dan hebben we alleen nog een Rocket trikkeltje. Dus ik denk dat het wel sneller komt dan gepland. Als corona voorbij is, waar kijken we het meest naar uit betrekking met Reiners? Wat hier kan? Ja, met Reiners betekent ja wel de zakentripjes. Ja? En de fotoshoots, ja dat mis ik echt. Het leuke met al die dingen, vrouwen en die slappe lach. Ja, je geeft die tijd al die setjes maken. En de shoes maken en helemaal afstijlen en de pruiken regelen. Dan zie je ook een beetje hoe wij het, zeg maar, hebben
Ik kom het niet meer aan mijn woord. Visualiseerd. Sinds ik zwanger ben geweest. En dan kunnen wij de hele look samenstellen en dan is het af voor ons gevoel. Ja. Ook, als we die shoots hebben gedaan. We voelen ons nu ook wat meer schuldig omdat we niet zoveel content hebben voor jullie. Dat we denken van hopen dat alles maar goed gaat. Ja. We hebben niet zo natuurlijk zo groot uitgepakt wat we normaal lieten doen. Dus ik denk qua ruimte is van mij echt de zakentripjes en shoots. Yes? Ja, ik denk het ook. En ik mis China ook heel erg. Hadden wij nooit verwacht dat wij China misten. Wij dachten echt, oh jetlag, langs vliegen. Ja, al het inkoopseizoen is altijd heel hectisch. En dan nog 2 weken China en dan uit je ritme en dan nog meer samen met elkaar. Dat je elkaar al helemaal hebt gehad. Maar ja, ik zie dit jaar nog niet gebeuren, ook niet in augustus. Dus nee, dat is zo. Dus dat, ja, we missen gewoon het eten en een beetje dat... Al het creatief eigenlijk. Ja, echt, ons creatieve brein loopt over. Loopt gewoon vast nu. Ik heb een druk weekje kantoor gehad. En ik ben nu met Livia naar shoot. Want we dachten, lekker mommy's time. Mommy's time. En we gaan stuk. We hebben een hele sexy jurk aan van Skims. Maar wel met onze pantoffels. Hoe groter, hoe gekker, hoe leuker ik ze vind. Ik heb Marie pantoffels. Unicorn. En we hebben dus natuurlijk dezelfde outfit aan. En we gaan nu op Heyu de nieuwste aflevering kijken van Keeping Up with the Kardashians. En we kunnen niet wachten, want zoals jullie weten zijn wij Kardashians freak. En we hebben een heerlijke Skims jurk aan. En wij wilden dit zonder BH aan doen. Ja. Maar hello to the mom lives. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat kan nog niet. Maar het is wel een heel mooi laag luchtje straks, Sjoe, als we geen parfum geven. Ja, heerlijk. Een heel mooi materiaaltje. Ja, het zit wel echt lekker. Nou, off we go. Off we go. Vandaag zondag. En Marie is gezegd bij mij, want wij gaan de Keeping Up with the Kardashians aflevering kijken. Het nieuwste seizoen. Het nieuwste seizoen is niet seizoen 19, maar seizoen 20. Op Heyu. Dit is wekelijks beschikbaar en dezelfde dag online als de VS. Dus dat kun je niet wachten. En je hoeft dus ook niet te wachten tot het online staat, want het staat dezelfde dag online. En alle 19 seizoenen staan erop, maar alleen seizoen 20, die hebben we nog niet gezien, dus die gaan we nu kijken. De allereerste 2 afleveringen staan online. Ja, en de eerste maand is het gratis en daarna is het €5,99 maandelijks. En wij hebben een hele leuke actie ook voor jullie. Dit zullen we onder onze vlog eronder zetten. En je kan niet alleen Keeping Up with the Kardashians kijken, maar ook Below Deck. Daar zijn we echt. Het heeft meer dan 300 series. Dus. Fan van ook. Dus wij zijn echt team Heyu. En als iedereen vraagt ook op, ja, waar kijk je altijd op Kardashians? Op Heyu. Op Heyu. En wij doen het lekker in een Skims jurk. Ja. Wij gaan helemaal in thema. Met sloffen. Je hebt lekker ontbijtje besteld. Ik heb een heerlijk. Een gezond ontbijtje. Dus ook altijd bij de Kardashians. Maar ook geen salade hebben we nu. Maar nee. We got een saai akai. Ik weet niet of je spreekt. Saai bal. Een smoothie. En bananencake. Dus we zijn helemaal ready. Oeh. Maar gaan we kijken. Seizoen 20. En ik hoef jullie niet te vragen wat Jules haar favorite is. Want dat weten we allemaal. Dat is Kim K. Ik heb zelfs Kim cover, Kim Boek. En ik heb eigenlijk geen... Ja, Kylie denk ik. Oh, ik dacht Chloe. Maar Chloe als karakter. Maar Kylie meer hoe ze eruit ziet. Ja, dat is waar. En als je denkt, we zijn onze kiddo's. Hier is Livia en Rocket zit in de box. Met Mikey. En Mikey is verliefd. En Stink wil ook eten. En Stink, ja. We hebben de allereerste 2 afleveringen gekeken van het nieuwe seizoen. Ja. Eigenlijk wat je ziet is dat Chloe probeert zwanger te raken weer via Tristan. Met Tristan. Het schandaal van Scoot met Sophia. En ook hoe Kim Kardashian haar master, of ja, hoe zeg je dat? Haar zo'n babybar wilt halen in de rechten. Haar toets heeft gedaan van 15 uur. Ja. En daarna organiseert ze een feestje. En ze hebben door corona een heel leuk huis gehuurd in Malibu, waar ze met z'n allen heen gaan. En het is gewoon heel erg waarvoor wij dat eigenlijk altijd kijken. Keeping Up with the Kardashians. Eigenlijk omdat we dat familiegevoel gewoon heel erg leuk vinden. Dit hebben wij zelf eigenlijk ook. Want je ziet dat Scott struggelt met Sophia, omdat hij nog heel close met zijn ex Courtney. Ik zeg niet dat wij ooit uit elkaar zouden gaan, maar stel dat zouden wij ook nog steeds heel close zijn met te familie. Blijven met familie. En heel veel kindjes. En ja, gewoon ook het dagelijks leven waar ze ook problemen hebben. Maar dat je niet zomaar zo makkelijk zwaar kan raken. En gewoon de struggles wat elke familie heeft. Dat vinden wij denk ik. Ja, het spreekt ons wel het meest aan. Ja, het allerleukste in al die seizoenen vond ik natuurlijk Kim Kardashian en Kanye West in trouwdag. Ja. En het allerergste vond ik dan ook wat heeft met Kim te maken. Vond ik de robbery in Parijs. Vond ik heel erg te zien. Ja, ik vond het schandaal van Tristan en Chloe wel heel heftig. Ja. Maar ik vind het ook wel heel erg dat ze dat juist wel laat zien. Niet dat het zeg maar ja, ze, is gebleven. Het is gewoon een heel... Ja, iedereen... Ik denk dat iedereen van ons volgens misschien wel de Kardashians kijkt. Dus hoeven we niks uit te leggen. Maar nee. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie je favorite zijn. En wat jullie hiervan vinden. Wij zijn helemaal dol op de Kardashians. Maar ook hoe ze op zakelijk gebied het gewoon doen. We hebben nu ook weer Skims aan. We love it. En dat zie je ook in de seizoenen, in de aflevering. Je ziet Kylie met haar Imperium en Kylie Cosmetics. Je ziet Kim met KKW Beauty. Je en Skims. Kendall als Victoria's Secret model. Je ziet... Zoveel. Je ziet de bevallingen. Ja. Ik wilde ook zo'n bevalling filmen, net zoals Courtney. Maar goed, dat heb ik niet in de vlog laten zien. Maar je ziet gewoon, alles is echt op echt. Je ziet de ruzies tussen Courtney en Kim, die heel heftig was in seizoen 19. Maar... Ja, wij vinden het gewoon heel erg leuk om te kijken. Gewoon eventjes als we in het weekend nu, vooral namelijk met corona, gewoon even niks te doen hebben. Gewoon even lekker de Kardashians kijken, lekker eten bestellen. Ik ga denk ook als het afgelopen seizoen 1 tot 20 weer helemaal opnieuw kijken. Ja.
Wij kijken ook sowieso alle oude seizoenen weer op Hey You. En nu de nieuwste hebben we net eigenlijk weer de eerste 2 afleveringen gekeken. En wij kunnen niet wachten op de 3. Dus we cannot wait. Ik vind het ook echt heel leuk van dit seizoen. Dat je elke keer van die throwbacks. Ik seizoen 20, aflevering 2. Aflevering 2. Zo leuk om te kijken. En ik vind het ook zo grappig. Iedereen heeft een eigen steltje. En daar herkennen Jules, ik en Romeo ons ook echt in. Ze zijn allemaal zo verschillend. En nu ook al die kindjes. Dat je echt denkt van, dat is mij ook. Ja, die baby's nu. Wat ik ook enig is. Kim altijd door Chloe de kast en door iedereen zijn kast en dan zegt il. Dat zie ik mezelf ook. Ja, Jules is ook altijd van ons hoe we eruit zien, hè? En als je denkt, hoezo gaat Stinky zo blaffen? Hij heeft honger. We gaan lekker op Hey You de Kardashians verder kijken. En we zijn heel benieuwd wat jullie van het nieuwe seizoen vinden. Hey Livia, gaan we lekker wat eten? Marie en ik hadden dus ingepland. Een mommy time. Een mommy time. Om lekker de zondag goed te beginnen. We zeiden, wat zullen we eens lekker gaan doen? We zeiden, zullen we lekker Hey You gaan kijken en de Kardashians? Want het is het laatste seizoen. Dus eigenlijk waren we een soort van mee aan het wachten. En wisten niet waar we het konden kijken. Op Hey You kan dat dus. Ja, we waren een heel lange tijd gaan zoeken. Waar je naar de Kardashians op kan kijken voor andere series. En toen hadden we Hey You voorbij zien komen. Ja. En sindsdien hebben we dat eigenlijk goed gebruikt en opgekeken. Dus vandaar dat we jullie ook adviseren. Als je, net zoals ons, fan bent van de Kardashians. Ga je het op Hey You kijken. Want dit is dus het nieuwste seizoen hebben ze online zijn wat nog niemand anders heeft. En ook alle voorafgaande seizoenen. Dus ook alle oude seizoenen. Dus daar zijn we echt heel leuk bezig. En ze hebben ook Below Deck en Real Housewives. Eigenlijk alles wat wij kijken staat erop. Alleen dat wisten wij. Dus gewoon nee. En het staat dezelfde tijd als de VS. Dus je hoeft ook niet te wachten. Dus wij kunnen niet wachten op aflevering nummer 3. Om samen te kijken. En zo hebben we toch een beetje onze mommy time. We hadden skims hadden we aan. Helemaal lekker overdreven tussen patoffels. Maar wij vinden dat gewoon heerlijk. Ja, het was echt gewoon echt even heerlijk. Al die afleveringen gewoon. Dat gaat stoppen echt maar. Ik zei nog tegen mij. Ik ga misschien wel huilen als de laatste aflevering. Nou, we zijn er wel echt mee opgegroeid, onbewust. Ga je er toch altijd kijken. Ja. Ja. Het is niet zo dat we helemaal geabsordeerd zijn. Nou, nee. Ik wel van Kim. Ja. Jij niet. Nee. Ik vind het wel heel gewoon leuk om te kijken naar die familie. En het stuur zat in scènes worden gezet. En is het ik allemaal... denk nog niet eens zozeer. Nee, ze laat echt alles zien. Zelfs dat Tristan vreemd gaat en dat Scott ja. En dat Kim. En... Maar je moet natuurlijk wel met een korreltje zout nemen. Maar ik vind het juist wel heel erg leuk. Ja, maar ik denk wel echt dat zij nog wel een van de weinige series zijn wat nog wel echt een beetje puur ook nog wel is. Ja, dat is klopt. Dat het al zo lang doen. Dus ja. Ze zijn gewoon gewend 10 jaar, om alles te delen. Jezus. Dus wij zijn nog beschikbaar. Voor veel plaats zo. Niet keeping up with the Kardashians, maar keeping up with the brand. Het is Sinds nee hoor, dat ziet okay. Marie niet zitten. Nee. En de hele familie denk ik ook niet. Oh, hij staat al aan. Ik en Marie zijn onderweg. Jawel, weer in 1 auto. Dit lang geleden. Ja. Want wij gaan vandaag een bikini shooten. Wat wij super leuk vinden, not. We vinden bikinis wel super leuk. Alleen ik ben net 2 maanden geleden bevallen. En Marie 4. Dus onze body zijn nog niet of wat het was, zeg maar vorig jaar. Toen ik helemaal strak in pak zat. Maar goed. Ik denk dat we hoge boekjes hebben gemaakt. Daar ben je ook heel blij om momenteel. Dus we gaan het nu passen voor jullie. We zijn nu onderweg naar kantoor. De mannen zijn bij de kleintjes. En ik heb wel Stinky mee. Nee, Stinky. Want anders hebben wij of mijn man 2 mannetjes om zich heen. Wat die moet verzorgen. Want Stinky is echt een verzorghondje. Dus we zijn lekker onderweg. Ja, het is heel erg mooi weer. Ja, het is prachtig weer. Ik ga zo lekker wandelen, denk ik. Ik ook. Ja, ook. Ja. Top idee. Oké, Marie en ik zijn nu de swimwear aan het shooten. Ik draag nu, hoe leuk, de halter bikini. Met verschillende kleurtjes van kopjes. En daar is she coming. En we dragen allebei de hesjes. En ik draag ook de halter in mauve. En slips. Slippers. Slips. Slippers. Slides. Slips. Hier, maar die take over. Hier. Take it over, dear. Dit moeten we allemaal nog shooten. Het scheelt dat Jill erbij is, dat ik niet nu in mijn eentje hoef te doen. Perfect time dat Jill net erbij is met de hoogzomer. Stinkies mee. En hoe leuk zijn deze glittertjes? Hoe mooi. Love it. So far so good. So far so good. Laat even je bikini zien. Wauw! Je hesje te zakken. Nee. Jawel, en ik moet ze doors nog doen. Oh, scheiße. Vond dat zo spontaneous. Rolle lichtgevouwen. En ik wil jullie deze te gekke handdoek laten zien. Hij is mega groot, lekker zacht en alles toon op toon. Zoals je kan zien is alles dezelfde kleur. Dus je kan nu helemaal matchen met je handdoek, tuniek, bikini en slippers. Jules aan het klagen. Ik ben gewoon niet goed met dingen. Ik ben gewoon chaotisch. Oké, ik ga nu. Wat nu? Ik draag nu weer de roze kleur. De chicky in de maat S. Weer met de bijbehorende slides. En Jules nu ook aan het shooten weer met Robin. In de kleur creme. Love it. Hoe handig is onze machine? Hoppakeetje. En ik ga nu de roze halter kop aandoen. Ik ga hem even goed voor jullie filmen. Even kijken. Hoe leuk is het met al die verschillende kleurde kopjes. Oké, Marie en ik zijn weer eventjes klaar met shooten. En we gaan nu naar het babytje weer toe. En Romee heeft inmiddels 1 centimeter ontsluiting. Dus
Zo spannend. Oh my god. Ik kan echt niet wachten. Nee. Nou, ik zit met Rok op de bank. Hi Rok. Hallo. Heel oncharmant, maar goed. Als jullie zien wat is er allemaal om me heen, dat is de sterrenhemel dat ik voor Rok heb aangezet. Hey Rok. En waarvoor ik de camera aanzet, vorige week zondag was dus niet zo. Het is nu weer een week later. Oh nee, het is nu maandag. Ruim een week later. En Romee heeft nu een foto van een soort bloedplekje. En oh mijn god. We denken dus dat het gaat beginnen. Ik ben dus nu iets minder excited, want het is nog steeds niet zeker. Maar oh mijn god, we kunnen niet wachten op die kleine. Tot zij ook eindelijk zo met haar kleintje kan zitten. So, Romee, I love you so much. And we cannot wait. Super excited, maar nog niet te. Want misschien is het nog helemaal niks. Het begint pas over een paar dagen, dat lees ik ook. We kunnen niet wachten op die kleine, hè, Liefie? Ja, en ondertussen gaat alles goed met jou, hè? Ja, ik kan niet wachten om kleine Michie kusjes te geven. Kiesjes te geven. Rok is deze week gewoon nog 2 maanden. Mm. Wij zijn dus net bevallen. Ja, nou net. Maar... ik alweer bijna 5 maanden. Ik zit nog steeds net. Ja, dat is waar. Jij hebt nu al weer een half jaar. Ik moet weer gewoon gaan sporten bij krachtmeesters. Sorry, krachtmeesters. Ik ben zo lui. Ik heb geen motivatie. Ik moet echt gedrild worden. Ja, voor mijn gevoel kijk daar. Nee. Nee, dus ik ben nu net 2 maanden geleden bevallen. Ik heb wel een beetje een flubberbuikje, moet ik zeggen. Ja, maar het is maar moet allemaal gewoon wat strakker worden. Op zich zijn we niet dik. Ik bedoel, hello, halleluja, dat we er nog zo uitzien aan de bevalling. Ik klaag ook zeker niet, voordat we daar helemaal opmerkingen over krijgen. Maar voor ons is dit wel een ander lichaam wat we eerst hadden. Dus voor het gevoel om dan meteen bikinis te shooten, terwijl je niet je lichaam een beetje normaal hebt. Ik denk dat iedere vrouw daar wel in kan inbeelden. Dat en dan ook nog eens op de webshop staat, zonder enige Photoshop of iets komt er natuurlijk van te pas. Maar goed. Dat het juist lekker realiteit is. En, wij gaan ook echt niet zoveel bewerken, want het slaat dan ook weer nergens op. Nee, dus we hopen dat jullie dit waarderen. We hebben wel extra grote borsten. Heel veel mensen vragen van, hebben jullie borsten gedaan of draag je nog steeds de maat S? Maar ja, we kunnen jullie wel zeggen met een voelde deken dat de S nog steeds past. Ja, want we hebben nu zeker door de borstvoeding echt grotere borsten. Dus dat is wel een voordeel, vind jij namelijk? Ja, ik hou van mooie borsten. Oké, en update van Romee. Romee is at the moment we speak bezig met... Nee, ik zou het niet doen. Wel. Nee. Nou, de update van Romee. Mag ik niks over zeggen van Marie? Nee, dat is aan Romee zelf. Ja, dus in de volgende 2 weken vlog ga je wel alles zien over Romee de bevalling. Ja, dat wel. Dat mag ik wel zeggen. En we hebben bijna 60.000 abonnees, dus... Daar komt er een grote winactie aan, girls. Dus subscribe! En blijf delen op jullie Instagram en tag ons daarin op de zondag. Kunnen wij dit weer heerlijk reposten en kunnen we kijken hoe jullie onze vlog bekijken. Ja, en trouwens, wat ik vergeten ben te zeggen. De link van Heyu staat onderaan deze vlog. Onderaan deze vlog om te abonneren en om dus ook de Kardashian aflevering te kijken. Wie enig zijn. Dus langer. Voor alle vragen, ik heb de Hardy top aan. En ik de het logo Square Hoodie in het pink.